ik ben Lize van Livia.nl. Ik heb een webshop met leuke stationery en cadeautjes. En ik hou van handwerken. Het is vandaag zaterdag 29 oktober en dit is filmpje nummer 3. Waar zal ik eens beginnen? 2 weken geleden ben ik naar een sokkenbreidag geweest van It's a Sarah. En dat was echt super gezellig. Ik vond het ontzettend leuk om zoveel mensen weer in het echt te zien. Ik heb een tijdje eerder al een handwerkgelukdag meegemaakt. Waarin je al heel veel mensen in het echt ziet. Daar waren een aantal mensen die ik daar had ontmoet, waren er nu ook bij. En ook veel mensen die ik nog niet eerder had gezien. Dus het was super leuk. Er waren een aantal mensen bij die mijn filmpjes ook kijken. En die daar op reageerden. Dus dat was ook echt wel heel erg leuk. En hoe leuk kan je het hebben, hè? Zo'n hele ruimte vol met vrouwen die houden van handwerken, breien. En meer blijer kan je me dan niet maken. Helaas had ik die dag ook nog een feestje, waardoor ik er niet de hele dag bij kon zijn. Dus ik was er eigenlijk alleen maar tot aan de lunch. En daarna moest ik helaas weg. Dus dat was wel super jammer. Dus we gaan voor een herkansing. En dan hoop ik daar wel de hele dag bij te kunnen zijn. Nou, het was in ieder geval super gezellig en hartstikke leuk om iedereen te ontmoeten. Ook vond ik het super leuk om te zien waar iedereen aan het maken was en aan het breien was. En zoveel ideeën krijg je daar weer van. En ik zag ook wel dat er genoeg maniertjes zijn en wolletjes waar je mee kan breien. En ik ben nog niet zo ervaren wat betreft sokken breien. Ik doe alleen. Ik ben net eigenlijk begonnen met mijn eerste sok toe-up te breien. En dat doe ik dan aan de hand van de online breikampus van Mia Molenbeek. En. Dat vind ik wel heel erg prettig om zo bij de hand genomen te worden en stap voor stap uitleg te krijgen over hoe je een sok moet breien. Het enige lastige vind ik nu dus is de maat. Ik bedoel, ik heb maat 41, maar wel smalle voeten. En tot nu toe is alles wat ik opzet toch te groot. Dus helaas ga ik ook deze weer uithalen. Ik heb nu 60 stekers op mijn naald staan, maar ook daarin wordt hij toch te breed. Ik kwam er ook wel echt achter dat ik brei gewoon het stukje waarin je moet meerdere. Waarin je moet meerdere, brei ik gewoon vrij strak. En op het moment dat ik gewoon alleen maar in het rond hoef te breien, wordt het toch wel heel erg los. Dus ook dit, zo breed is mijn voet niet. Dus ik ga ook deze weer uithalen en opnieuw beginnen. En dan ga ik denk ik toch voor 56 steken. En ik twijfel een beetje. Het was maat 225 waar ik mee brei. Het is dan het sokkengaren van Durabel wat ik daarvoor gebruik. Ik weet het even niet. Ik moet zeggen dat ik vooral met de Mystery Knit Along bezig ben. En ik nou niet echt ruimte in mijn hoofd heb om ook nog hierover na te denken hoe dat dit moet. Dus deze ga ik uithalen en op een volgend moment op mijn gemakje weer opnieuw beginnen. En, want ik vind het namelijk zo ontzettend leuk om al die sokken bij iedereen te zien. En het ziet er zo gezellig uit. Ik heb ook nog nooit gebreide sokken aangehad, dus ik kan eigenlijk niet wachten om ze aan te mogen. En ik had eigenlijk besloten om gewoon maar even een beetje saaie sokken te maken, zodat ik niet hoefde na te denken over kleur wisselen of wat dan ook. Maar nu denk ik ook als ik dan toch bezig ben, is het ook wel leuk als die leuk wordt. Dus ik ben ook daarover aan het twijfelen. Dus deze haal ik uit en opnieuw. Op een later moment ga ik daar gewoon opnieuw aan beginnen. Mijn Mystery Knit Along, die ga ik even voor het laatst bewaren. Voor als er mensen zijn die dat allemaal nog niet willen weten. Maar waar ik vooral veel behoefte aan heb, ook wel, is toch wel wat kleine werkjes tussendoor. Omdat ik alleen maar die Mystery Knit Along, dat vind ik toch wel echt heel erg heftig. Ik ben begonnen aan, daar was ik eigenlijk al een tijdje geleden mee begonnen. Ik moet nog een keer kijken hoe ik dit filmpje inderdaad andersom kan zetten. Zodat jullie kunnen het lezen in plaats van dat het een spiegelbeeld is, bedenk ik me nu. Maar dat ben ik even vergeten om daarna te kijken. Uit dit boek, Cocoon, daar ga ik deze slinger, ben ik daar voor aan het maken. Vooral omdat ik gewoon, het zijn restjes. En ik brei het met gewoon katoen. Daar heb ik heel veel restjes ook allemaal van. En allerlei kleurtjes. En ik dacht, ik vind het wel gezellig om een feestelijke slinger te maken voor de verjaardagen. Dus ik heb gewoon nu allerlei strookjes. In allerlei kleurtjes ben ik nu allemaal aan het haken. En dan zie ik wel
aan deze. Kijk, hier was een goed voorbeeld van je haakje restje. Je restjes opmaken. Die bestaat zelfs uit 4 kleurtjes. Omdat ik anders niet aan de juiste lengte kwam. Ik heb deze nog. En ik ben er nog met eentje bezig. We waren toevallig donderdag, want het is hier herfstvakantie. Of tenminste het laatste weekend van de herfstvakantie. Naar de Efteling geweest. En dit was een heel handig werkje voor in de rij. Dus in plaats van rij breien was ik aan het rij haken. Ook heel erg leuk en handig. Dus ik had gelijk een aantal van die strookjes weer gemaakt. Dus dat is ook fijn. En ik vind het gewoon handig. Ik heb dat gewoon in een klein etuietje zitten. En dat kan zo in mijn tas mee. En dan heb ik wat kleins om te doen. Dus dit gaat niet hard. Maar ja, ach. Ja, dat hoeft ook niet. Elke keer iets haken is dan... En ook haken, dan kan ik met mijn oog dicht. Dus dat is sowieso weer lekker om te doen. Dan ben ik nog bezig met... Het heeft even stilgelegen met het haken van cactussen. Dat is dan voor de It's a Sarah Flora Make-Along. Ja, ik moet zeggen dat ik daar op het moment niet heel veel van voorbij zie komen op Instagram. Maar goed, ik vind het wel leuk om te doen. En af en toe een cactus haken is ook super leuk. Ik heb dit boekje, cactussen haken... Van Sarah Abondio. Heel veel verschillende cactussen staan hierin. Ik zal even kijken. Ja, dat is een overzichtje met welke cactussen er allemaal in staan. Ja, echt heel erg leuk. Ik kon bijna niet kiezen welke ik ging maken. Ik was begonnen met... Even kijken, daar staat hier. Met gewoon een heel lief klein inimini cactusje. Ja, eigenlijk moet er nog een bloemetje op. Maar goed, dat is eigenlijk ook nog niet van gekomen. Maar goed, ik vind hem eigenlijk zo ook wel lief. En dat potje vind ik eigenlijk ook wel heel schattig waar hij in zit. Het is gewoon een potje van de kringloop. En dan vervolgens ben ik in de vakantie deze cactus gaan maken. Hij staat een beetje onstabiel in zijn potje. Maar deze is echt wel heel erg leuk. Bloemetjes erop. Ja, daar word ik wel heel erg blij van. Ja, hij staat niet zo heel erg stevig. Dus dan moet ik eigenlijk nog een ander potje of zwaarder. En vervolgens ben ik nu bezig met het haken van deze. Dat worden 3 bolletjes volgens mij. Ik zal even kijken of ik in het boekje kan vinden welke dat is. 3 bollen. Even kijken hoor. Zul je zien dat ik hem zo snel natuurlijk niet kan vinden. Wat krijg ik even over dit papiertje. Ik zal even alleen... Deze wordt het. Ja, dus die vond ik ook leuk om te doen. Dus ja, zo langzamerhand wordt mijn verzameling een klein beetje uitgebreid. En dan ook leuk om als cadeautje of zo te maken. En, maar goed, ook deze. Dit gaat ook niet snel. Het ligt ook gewoon... zo af en toe werk ik eraan in mijn eigen tasje. Dat was wat handiger. Ik was allemaal van alles aan het uitproberen met betrekking tot die tasjes. Qua voering en versteviging. En nou ja, goed. Alle prototypes daarvan, die hou ik lekker zelf. Dus inmiddels heb ik allerlei tasjes. Dus daar word ik ook wel blij van. Sorry, ik heb allemaal kriebel van mijn haar. Even kijken. Wat had ik dan verder nog? Mijn tasjes. Ik was wel naar de... stoffenwinkel geweest, omdat ik toch wel weer wat nieuwe tasjes wilde maken. En ik kon er toch niet weer staan om een kerststofje te kopen. Dus dit wordt dan de buitenkant en die met die stipjes aan de binnenkant. Dus hier ga ik snel aan beginnen, want ja, voor je het weet is het kerst. En dan is het al wel leuk als je van tevoren misschien je kerstsokken of je leuke kerstwerkje in deze tasjes kan doen. Dus hier ga ik... deze week mee aan de slag. Misschien morgen al wel, dat ik al wel een deeltje ga knippen. Ik vind dat toch altijd wel het meeste werk eigenlijk, het knippen daarvan. Even kijken, dan had ik deze nog. Ik ben zo verliefd op al die stofjes, vooral deze vind ik zo mooi. Even kijken, dan heb ik de bloemetjes voor de buitenkant en deze voor de binnenkant. Dat vind ik ook heel erg leuk. Ja, deze vond ik heel gezellig, want ik dacht, ja... Breien en thee drinken. Nou, dat hoort bij mij wel echt bij elkaar. Dus dit wordt dat uiteraard de buitenkant. Dit is dan strakjes de binnenkant. Dus ja, ik heb echt heel veel stof. Ik moet alleen nog even al de tijd vinden, hè, om dat allemaal te maken.
Even kijken, dit is dan de buitenkant en deze de binnenkant. Dus dit worden allemaal nieuwe tasjes. Nou ja, mocht je een stofje gezien hebben waarvan je denkt, daar wil ik graag een tasje van, laat het me eventjes weten. Want dan pak ik die als eerste. En nu ga ik gewoon in ieder geval eventjes beginnen met de kerststofjes. En ja, die hebben naar mijn idee wel de meeste haast. Er staan nog een aantal, ik zal even kijken, deze tasjes staan nog in de webshop. Dus laat maar even kijken. Dus goed, er zijn er nog een aantal in ieder geval. Dus dat is fijn. Even kijken. Ja, en dan mijn... Omdat ik graag een werkje tussendoor wilde hebben voor de Mystery Knit Along, dacht ik... Ik had van deze borduren, van dit soort ringetjes liggen. Waar je een heel klein borduurwerkje in zou kunnen doen. Dat heb ik eigenlijk al heel erg lang. En ik wist eigenlijk niet zo heel goed van wat ga ik daar nou mee maken. Tot ik op Instagram een heel leuk ideetje zag. Waarvan ik dacht, nou, die ga ik eens even uitproberen. Dus ik heb vanmorgen even een heel klein schaapje geborduurd. En die in deze ring gedaan. Ik moet nog wel even kijken hoe ik dit op mijn handige, een beetje korter, maar nette manier even weg ga werken. Ja, dat heb ik dan op vilt geborduurd. En ja, dat was eigenlijk wel heel erg leuk om te doen. Plus het resultaat is ook gelijk zo heel erg leuk. Dus dat vind ik wel echt super leuk om te doen. Dus daar ga ik er meer van maken. Want daar heb ik nog best wel een aardig voorraadje van. Volgens mij ook nog niet helemaal. Want die kleintjes zijn misschien ook leuk. Dat je die als ja, je breiwerkje kan hangen of zo. Maar die grote zijn wel wat aan de grote kant. Ja, dus ik weet het niet. Ik ga er een ketting van maken. Nou ja, in ieder geval... Leuk om te doen. En een klein werkje, dus dat is ook niet zo super veel werk. Dat vind ik dan ook wel prettig. Het is ook wel leuk om een beetje snel resultaten te zien. En wat ik nu vergeten ben te pakken zijn... Ah ja, ik was ook leuke steekmarkeerders gaan maken. Mijn dochter heeft een hele verzameling van allemaal hele kraaltjes. Even kijken. Oh, hij blijft wiebelen. En ik vond het echt super leuk om deze allemaal te maken. Dus daar heb ik er verschillende van. Uiteindelijk wil ik die eigenlijk ook wel in de webshop gaan zetten. Maar ja, dan moet ik er nog wel even wat... Oeh, waar is mijn camera? Daar. Oh, hij wordt niet echt scherp. Hè? Nou. Nou ja, van deze simpele in ieder geval. Die zijn ook die hangen ook aan mijn sok. Ik heb er gewoon een enkel steentje aan. Dus ja, daar ben ik eigenlijk ook wel leuk mee bezig om dat allemaal te maken. Ik vind dat, ja, ik hou van eigenlijk veel meer handwerken dan alleen maar breien of haken. Ik vind gewoon eigenlijk van alles dan leuk om te doen. Ja, ik moet zeggen dat het aan een breiwerkje. Kijk, heb ik dan zoiets. Ja, mijn sok heb ik er eentje hangen nu. Gewoon zo'n simpele. Die hangt aan mijn sok. Ja, vind ik dan eigenlijk wel heel erg leuk te uitzien. Dus ook die steekmarkeerders, daar ga ik eens eventjes naar kijken wat ik daar verder mee kan. En dan vind ik het toch wel leuk om daar een aantal van in mijn webshop ook te gaan zetten. Dus dat. Dan zal ik nog even een paar updates van de webshop. Ik heb allemaal nieuwe spulletjes binnengekregen, die wilde ik ook nog eventjes laten zien. En dan daarna ga ik vertellen over mijn Mystery Knit Along. Dat bewaar ik echt helemaal voor het laatste. Nou, de washi tape met sokken. Die was heel snel uitverkocht. Die heb ik inmiddels weer opnieuw ingekocht. En extra veel. Dus genoeg op voorraad. Dus mocht je deze nog graag willen hebben, dan kan dat. Van hetzelfde merkje heb ik ook leuke stickervellen binnengekregen. Ook heel erg leuk voor in je journal of in je handwerkboek. Ja, lekker knus en gezellig, daar hou ik van. En wat ook heel handig, dat vond ik zo leuk, was een weekplanner. Dat is voor mij wel goed. Kun je toch een beetje al je handwerkjes en alles wat je zou willen, wat je moet doen, per week opschrijven. En op de achterkant heb je dan nog heel veel ruimte voor notities en voor boodschappen.
Ja, en ook meer to-do dingetjes. Dus ik vond deze wel heel erg leuk. Wat zijn die? Ja, en mijn favoriete boekjes. Ja, hier word ik echt ontzettend blij van. Deze zijn zo ontzettend mooi. Die koop ik in rechtstreeks in Frankrijk. En ik moet zeggen dat de verzending echt super snel is. Ik bestel dat en als ik op tijd ben op die dag, dan wordt het bijna dezelfde dag nog verzonden en anders de volgende dag. Dus dat is echt super fijn. En ja, gewoon hartstikke mooi. Al die bladzijden zijn allemaal anders. Ja, echt hier word ik echt heel, heel blij van. Ik heb echt voor allerlei verschillende. Ik heb inmiddels alles staat al in de webshop. Kijk nou. Echt heel mooi. Kijk, dus dat is deze. De herfst is echt een beetje herfstig. Deze is ook leuk. Deze met allemaal paddenstoelen. Net een beetje een andere indeling. Dus dan heb je echt wel aan één kant de ruimte om te schrijven. Ja, met lijntjes. En dan aan de andere kant is dan een afbeelding. Ook heel erg leuk. Deze wil ik nog eventjes laten zien. Die is ook echt heel mooi. Ja, ze zijn allemaal mooi. Ik weet ook niet eens welke pagina ik moet laten zien. Zoveel is er mooi. Deze. Ja, echt heel erg leuk. Dus daar heb ik allerlei verschillende van. Die staan inmiddels ook allemaal in de webshop. Dus mocht je interesse hebben, dan kan je ze daar vinden. Ik zal onderin ook een linkje zetten naar de betreffende pagina's. Zodat je het makkelijk kan vinden. Ja, als laatste. Dan ga ik toch maar beginnen aan mijn mystery knit along. Wat zal ik daarvan zeggen? Ik had in ieder geval al voor mezelf besloten dat dit niet een werkje gaat zijn wat ik in 4 weken af heb. Ik heb daar echt geen tijd voor, met ook nog een baan van 3 dagen, mijn webshop er nog bij. En ja, op deze manier werd ik werd wel wat gestrest ervan, omdat ik wel echt dacht, oh, wat is nou, clue 4 is al uit en ik ben met clue 1 nog steeds bezig. Dus daar kreeg ik toch wel een beetje soort van druk en wilde het heel erg, heel graag clue 1 af hebben. Ik moet ook zeggen dat ik het ook niet op een gegeven moment meer zo heel erg leuk vond. Omdat ik, ja, dat afhalen en weer opzetten van die steken elke keer. En nou ja, uiteindelijk had ik de aantal herhalingen gebreid. En dan kom je daarna nog achter, oh, dan moet het dus nog een keer. Nou, en ik deed gewoon over 1 streepje, nou, ik denk een uur. Ja, ik weet niet, ik heb het gewoon niet voor elkaar gekregen om dat sneller voor elkaar te krijgen. Dus als je dan al bedenkt dat je dus voor die 11 herhalingen, dat zijn 2 streepjes, 22 uur moet breien. Alleen voor dat. En daar kwam er nog wat achteraan. En daarna moest je het nog afkanten met een I-cord bind-off. Wat wel super mooi geworden hoor. Maar ook dat ging ook niet snel. Het gaat gewoon allemaal niet snel. En dan gaat het daar op zich natuurlijk ook niet over dat het snel gaat. Ja, het gaat erom, het is je hobby. Dan wil je dan relaxed en leuk mee bezig zijn. Dan moet ik wel zeggen dat ik, ja, dat relaxed mee bezig zijn was voor mij niet meer heel erg aan de orde. Ik had zelfs piep aan in mijn armen van het toch heel erg krampachtig mijn breinaalden vast hebben. En breien, al zuchtend zat ik dan op de bank om ja, dat werkje af te maken. Dus dat, ja, was natuurlijk niet helemaal de bedoeling. Ik heb wel gekeken naar wat de rest van de clues allemaal zijn. Ook omdat ik die motivatie nodig heb om door te gaan. Ik wil gewoon ook heel graag weten hoe die eruit gaat zien. En ik heb wel gewoon besloten dat ik wil hem graag afmaken. Ook omdat er zitten zoveel technieken in die ik dus nog nooit gedaan heb. En ik vind de filmpjes van Steven vind ik echt super duidelijk. En fijn om naar te kijken. Dus ik, ja, om in ieder geval al mijn skills te leren, vond ik het wel. Dan vind ik het gewoon, ja, verstandig en slim en leuk om die af te maken. Ik moet alleen wel, ja, dat toch iets anders naar gaan kijken. Dat het niet zo'n druk wordt. En dat ik toch ook nog wel, hè, zoals zo'n ringetje borduren of wat dan ook. Dat ik dat ook gewoon nog wel tussendoor blijf doen. En niet alleen maar super gefocust ben op
ja, op het eindresultaat, wat ik op dit moment wel vooral ben, omdat ik nog zoveel wil maken. Ik ga hem even laten zien. Dus als je die wil kijken, dan mag je hem nu afzetten. Ja, ondanks dat ik brei met Holst, we hebben een beetje een haat-liefde verhouding, superwash, super soft is het, sorry. Even kijken, had ik inderdaad deze donkere kleur. Dit is mijn contrast color. En deze is mijn popkleur. Ja, ben ik super blij met mijn kleuren. Want ik denk als ik hem feller of heftiger, dan wordt het ook echt een sjaal die ik uiteindelijk helemaal niet zou dragen. Omdat ik dat niet mooi vind. Dacht ik, als hij gewoon dicht bij mezelf blijft qua kleur, dan vind ik het prima. Ja, dit is clue 1. Ja, ik moet zeggen, dit is wel. Ik heb nog niet eerder dus zoiets interessants gebreid als dat dit is. Ik vond het ook super leuk. Ik vond het niet leuk om te breien. Die, waar je deze dingen mee vlecht. Dat echt niet. Want het is elke keer opzetten, afkanten. Nou, dat vond ik echt niet leuk. Maar het eindresultaat daarentegen vind ik echt super. Dus ik ben echt. Ja, ik ben er wel heel erg blij mee. Ondanks dat het is best een dun draadje is, wat straks dan na het blokken, als het goed is, goed moet komen. Dat hebben al heel veel mensen mij gezegd, dus ik ga er even vanuit dat dat dan ook echt zo is. Ja, hoop ik dat dat inderdaad gebeurt, want je kan er nu een beetje doorheen kijken. Ja, ik vind het gewoon niet zo, dat is het ook, niet zo lekker breien. Ja, je wil dat het iets lekker zacht, en dat vind ik dit dan toch niet. Dit is toch wat hard en wat. Ja, dat super soft, dat komt denk ik dan pas na het wassen en blokken. Maar ja, zover was ik nog niet. Dus het is ook wel fijn als het tijdens het proces natuurlijk lekker zacht is. En fijn is om mee te breien. En dat had ik dus niet zo. Ik heb vandaag nog, want ik wilde per se die I-cord dat het afgekamd was en af was. Dus ik heb echt vanmorgen nog een gek dit allemaal zit het in de andere kant. Dat is mooier natuurlijk. Mijn I-cord afgemaakt. En kan ik beginnen aan clue 2. Yay. Ik heb nog niet. Ik heb wel gekeken hoe die wordt. Ik heb nog niet gekeken. Ik moet nog wel even een filmpje kijken wat dan nu precies de bedoeling is. We gingen in ieder geval aan een zijkant beginnen. Dat had ik wel gezien. Maar ja, goed, ik moet het filmpje nog even kijken. Ik weet het niet. En ik hoop een beetje. Het is in ieder geval meer recht toe, redelijk breien, geloof ik. Vooral veel breien. En ik vond dit, ja, dat hield gewoon elke keer op. Met die streepjes inderdaad, dat opzetten en dat afkanten. Dan kom je het gewoon niet in een lekkere flow met breien. Dus dat was jammer. Maar goed, ik ben wel super blij dat die af is. Deel 1 dan. Ja. Heel leuk. Mijn kleurtjes vind ik ook echt heel mooi. Het is niet overal foutloos. En ik was wel ergens. Had ik al gezien, maar ja, dat valt al bijna niet meer op, zie ik al wel. En dit moet natuurlijk mooi in één lijn, moeten die steekjes doorlopen. En ik had ergens in één streep, had ik per ongeluk het eentje te vroeg of zo, dat samengebreid. Dus dan zit net dat veetje ernaast. Maar ja, ik moet eigenlijk zeggen dat ik het eigenlijk nu niet eens meer zie. Dus dat is fijn. Nou ja, goed. Ik ben in ieder geval heel erg blij dat dit af is. En dan ga ik lekker aan clue 2 beginnen. Daar kan ik niet wachten om daaraan te beginnen. Echt superleuk. Ja. Even denken wat ik nog meer wilde vertellen. Ja, wat ik graag wil gaan maken, maar dat vind ik dan ook nog een beetje lastig te vinden, is een patroon van een collarwork vest. Ik hou meer van vesten dan van truien, dus ik dacht het is dan ook wel lekker om zo'n lekker warm vest te breien. Nou heb ik mijn Treistaat trui, daar zit ik soms wel eens aan te twijfelen van zal ik die stieken. Maar ik vind dat spannend, heb ik nog nooit gedaan om daar nou gelijk mijn Treistaat aan te... Ja, weet ik dat... Misschien komt dat ooit nog wel dat ik dat wel doe. Maar daar ben ik nu nog niet aan begonnen. Ik ben daarentegen wel op zoek naar een patroon die, waarbij het stieken ook al vast is meegenomen. Dus ik ben een beetje op Instagram aan een Reverie aan het kijken. Wat ik daarvoor ga maken.
Ik ga samen met een vriendinnetje ga ik een knit-along organiseren voor ons tweetjes. Lijkt me ook gezellig gewoon dat we met z'n tweeën die trui of dat vest kunnen gaan breien. En dan elkaar vragen stellen of af en toe avondjes afspreken. En dan gezellig samen breien aan je vest. Dat lijkt me ook superleuk. Ik was eigenlijk van plannen met het garen kamgarn van Eastex. Wilde ik eigenlijk een vest gaan maken. Nou is dat wel een merino. Dus ik weet niet, volgens mij is het niet helemaal geschikt om colorwork te breien. Maar ik zie al bij een aantal meer mensen dat voorbij komen. Dat ze toch ook gewoon merino wol gebruiken om kleurwerk te breien. Dus ik hoop eigenlijk een beetje dat dat wel lukt. Dus daar ben ik nog eens naar aan het kijken. Het lijkt me toch wel fijn om dan dat werkje er nog naast te doen. Buiten alleen mijn sjaal. Want ja, hè, daar gaat echt te veel tijd anders alleen maar daarin zitten. En ik vind het toch ook nog wel leuk om nog wel iets gebreid te hebben wat ik nog deze winter aan kan trekken. Zoveel dingetjes heb ik qua kleding heb ik nog helemaal niet gemaakt. Dus ik vind het wel leuk om mijn garderobe een beetje aan te vullen met dat soort dingen. Dus dat ga ik, daar ga ik lekker naar op zoek. Want daar heb ik ook wel zin in om aan te beginnen. In de tussentijd ga ik lekker verder met clue 2. Dus dit was het voor deze 2 weken eventjes, denk ik. Maandag beginnen de scholen hier weer. En is het leven weer even normaal. Het is ook nu vandaag zaterdag. Mijn oudste dochter en man die zijn op scoutingkamp. En ik ben alleen thuis met de jongste. En de jongste is nu even bij oma. Gezellig. Daar blijven we straks ook eten. Dus ik had eventjes tijd vrij om dit filmpje op te nemen. Al moet ik zeggen dat ik het ging niet helemaal vanzelf. Want ik heb echt wel 3, 4, 5 keer het begin opnieuw opgenomen. En ik vind nu nog, heb ik het idee dat het niet helemaal lekker loopt. Maar goed, het is wat het is. Ik heb ook geen zin om het weer opnieuw te gaan doen. En hopelijk komt het voor jullie in ieder geval niet zo over dat het niet zo lekker loopt. Zit dat alleen in mijn hoofd. Dus laten we het hopen. Als jullie dit te zien krijgen, is het zondag. Ik ga morgen het filmpje online zetten. Mocht je meer over mijn webshop willen weten, hier onderin zal ik het linkje naar mijn website ook zetten. En je kan je ook inschrijven voor de nieuwsbrief, zodat je op de hoogte blijft van alles wat ik doe. En wat er in mijn shop te vinden is, volg mij op Instagram. En ik hoor wel wat jullie ervan vonden. En als er vragen zijn, dan hoor ik het graag. Heel erg fijn weekend verder en tot de volgende keer. Doei!